Omdat onze beerboei vroeger geboren is, zal ik mogen opschieten. Want er is nog veel werk aan de winkel. Een muizenwinkel? Dat ontbrak er nog aan. Straks is het hele dorp vergeven van de muizen. En hier wonen maar drie katten om die allemaal op te eten. Wat een schande. Die winkel moet hier weg. Maar Soezeka, waarschijnlijk verkopen ze van die snoepmuizen en zure beerkes en zo. Ik zal daar eens op mijn gedacht gaan zeggen, zo. Ik leg die pot gewoon terug waar ik hem gevonden heb. Als. de dader nog in de buurt is. zal hij hem daar terugkomen zoeken. Zeg. Ongelikte beer, wat denk je wel? Hier het hele dorp komen vergeven met uw muizenwinkel? Als ik u was, zou ik er stilletjes van ondermuizen. Dieren willen geen muis in huis. En daarbij, wie gaat er nu muizen kopen in een winkel? Dat is toch belachelijk? Ja, inderdaad. <laughs> ha, er nog mee lachen ook, natuurlijk. Het moet er natuurlijk uitzien. Dat is belangrijk voor een wellnesscenter. Natuurlijk? Maar wat bedoel je met natuurlijk, zusje? Bloemen, planten, groen en blauw. En ja, Gertje, ook wat vogelgeluiden. Je weet, ik ben zot van vogeltjes. Zullen we misschien eerst iets gaan eten, zusje? Ik krijg een hongerke. Oh, wel, ja, zoetke. Dan pakken we eerst een aperitiefje bij Pollo. Muizen. We heten Muizenwinkel, maar we hebben geen Muizenwinkel. Dit is een theehuisje waar je allerlei soorten thee kunt drinken. Ik drink altijd thee tegenwoordig. Honingthee. Sorry, telefoon. Oh, Bruno. Je wilt eens langskomen om de beerbiet te bezoeken. Ja, leuk. Kun je misschien ook de winkel zien? Oh hoe je moet rijden. Wel, je neemt de Afriet Kalmanberg. Na 100 meter komt ge op een T. Daar neemt ge links. 200 meter verder komt ge weer op een T en ga de rechts. Na 500 meter komt je op een T. Daar rechtdoor tot ge op de volgende T komt. Daar neemt je links. En dan na 100 meter, zei er tot zo. Hé, hey, schat, dat was je broer Bruno. Hij komt op de thee. O, oh, wat leuk. Hé, dat wachten duurt wel lang. Maar, uh, maar, daar komt iemand. Ma, ma, het is.